samenwerking slash campagneachtig iets met het Rijksmuseum. RTL Boulevard. Niet te lang. Hey, dankjewel, RTL Boulevard. Je bent heel succesvol op dit moment. Levert het ook een beetje geld op eigenlijk? Wel drinken, maar niet eten. Drinken ook niet. Ook niet, ook geen water. Nee, ook geen water. Ook geen water. Ook geen water. Nou, wat ik zou doen, denk ik, Youssef, is... Nee. Ik maak natuurlijk in mijn werk ook hele gekke dingen mee. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandagochtend, ik ben in Amsterdam zoals je ziet, kijk maar omheen. Amsterdam, the city. Ja. En normaal gesproken op maandag heb ik gewoon mijn Phoenix uitzending. Maar vandaag heb ik een uitzondering. Vandaag kan ik gewoon hier naar Amsterdam gaan, want ik heb namelijk een soort van samenwerking slash campagneachtig iets met het Rijksmuseum. Zij gaan namelijk vandaag een heleboel videoopnames maken van mij. En dat gaan ze dan vervolgens gebruiken voor een animatie. En die animatie gaan ze dan weer laten zien aan scholieren die naar het Rijksmuseum komen. Dus hele toffe dingen. Daarnaast ben ik in de ochtend plat gebeld, gemaild door verschillende radiostations. Ik was ook net bij Phoenix, bij Fernando in de ochtend bij Phoenix Start voor een radio interview. Jullie zullen vast al wel weten waar het over gaat. Maar als jullie mij ook kennen, weet je dat ik dat gewoon nog eventjes gewoon om de koe hou. En later ga ik er gewoon even wat meer over vertellen. En ook exclusieve beelden laten zien, want die, ja, daar beschik ik over. Maar goed, ik heb honger, ik heb nog niet gegeten. Laat dan maar beginnen. En ik zeg pop. Loop TV, RTL Boulevard. Jimmy Fallon, wil ik mezelf zien. Duurt te lang. Hey. En op een gegeven moment duurde het gewoon zo lang dat ik bij mezelf dacht van weet je wat, ik ga het gewoon later terugkijken. Ik was naar mijn kamer gegaan, ik ben in slaap gevallen, ik werd rond een uur of 11 werd ik wakker. Ik kijk zo, ik ging zo naar uitzending gemist, ik ga door die hele uitzending, door die irritante reclames en zie ik dat ze het niet eens hebben gebruikt. Dankjewel, RTL Boulevard. Komen jullie helemaal naar het Rijksmuseum om te filmen, gebruiken jullie het niet eens in de uitzending. Maar ze hadden er wel een item over gemaakt. Dat is volgens mij gewoon te checken op hun website als je het goed zoekt. Tenminste, als je het zoekt dan kan je het gewoon vinden. Maar goed, het is de volgende dag en ik was gisteren zo brak van de hele dag daar bij het Rijksmuseum dat ik gewoon knock-out ben gegaan hier thuis. Maar het is nu dan eindelijk zover. Kennen jullie die vlog nog herinneren waarin ik zei van een heel belangrijk iemand ontmoet of zoiets? Dat was dus die dag met Mark Rutte. Dat was toevallig ook nog eens in de buurt van Utrecht. In een hotel daar zo. Hadden we die opnames gemaakt. Een heel goed gesprek gehad. En ik sta altijd open voor een gesprek met wie dan ook. Zelfs al zou Geert Wilders aan mij vragen van yo, wil jij een gesprek met me aangaan, zou ik met diegene in gesprek gaan. Gewoon, ik zou met iedereen een gesprek aangaan, want het is altijd goed om een gesprek aan te gaan. Nu heb ik wat beelden. Dat heb ik gewoon geript van die dingen, mag ik wel gewoon doen. En heb ik ook nog eens wat exclusieve beelden van mijzelf. Ja. Heb ik er natuurlijk ook nog exclusieve beelden daarvan. Dus die ga ik ook nu gewoon laten zien. Eerst ga ik eerst even een stukje laten zien van Mark Rutte die mij vraagt over YouTube money. Komt nu. Hey, en nu, want je bent heel succesvol op dit moment. Levert het ook een beetje geld op eigenlijk? Ja. Hoe rijk ben je? Hoe rijk ik ben? Natuurlijk al VVD, wat levert het allemaal op? Ja, laat ik het zo zeggen. En dan in financiële zin, want je bent denk ik als persoon rijk, maar het gaat even om... Ja. Je kan er gewoon goed van leven, zeker ja. weten. Maar hoe werkt dat met vlogs? Ik heb er helemaal geen idee van, hoe werkt dat commercieel dan? Dat je, daar... je hebt zeg maar, ten eerste krijg je een inkomen van YouTube. Dus die betaalt jou omdat er reclames en advertenties komen voor je video's, tijdens je video's. Maar hoe gaat dat dan? Bel jij YouTube van ik ga vlogs maken, nee, kunt u mij betalen? Jij kan ook een YouTube partner worden, dus dan kan je gewoon aanmelden. Maar dan bel ik YouTube en dan zeg ik ga vlogs maken. Nee, je hoeft niet eens te bellen. Het is gewoon een paar knopjes dat je moet indrukken. Het is puur via... Alles is via de computer, letterlijk iedereen. Okay. En dan op een gegeven moment gaan ze dan kijken of jouw kanaal daarvoor in aanmerking komt, omdat je geen gekke dingen op je kanaal hebt en dat soort dingen. Nou, dan kan je inkomsten verdienen, want dan plaatsen ze advertenties zeg maar voor je video's, tijdens je video's. Zij pakken een percentage daarop en ze geven jou een percentage. Vreselijk irritant natuurlijk al die video's ervoor. Ja, maar ja, sommige kun je wegklikken na 5 seconden, sommige moet je een half seconde wachten. Of ja, maar er zijn altijd slechte reclames die je niet kan wegklikken na 5 seconden. Ja, heb je een trucje voor, hè? Het werkt niet altijd, maar als je de pagina dan heel snel ververst, schijnt het zo te zijn dat die wegvalt. Oké. Niet altijd, maar 9 van de 10 keer wel. Bij jou wel? Ja, of je gebruikt adblocker.
Dat is een app, dan blokkeert hij alle... Maar dan kun je wel nog steeds in jouw vlogs kijken. Ja, 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 tuurlijk. Dat ga ik proberen dan. Maar in ieder geval, dat wist ik niet. Maar dat is zeg maar een maar dat is inkomsten. Dat zijn inkomsten, daar kan je van verdienen. Maar dat is niet iets waarvan maar stel dat minder mensen jouw vlogs gaan volgen, gaat dan ook die inkomsten naar beneden? Ja. Ja, dus het werkt echt zo. Dus daarom heb ik altijd in mijn hoofd gedacht van, ik wil dit veel breder aanpakken. Ja. Dus ik wil niet alleen denken van YouTube is alles. Ik wil ook dingen met tv gaan doen. Want je hebt nu 2 dagen radio. Dat levert ook gewoon een salaris op. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus dat. Ik doe ook nog 1 keer in de week zit bij First. Dat levert ook inkomsten op. Daarnaast heb je nog af en toe hele toffe campagnes die voorbij komen. Daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk met bijvoorbeeld de gemeente samen te werken. Gemeente Den Haag heb ik ook wel eens wat meegedaan. En op een gegeven moment vroeg hij ook gewoon naar de Ramadan vlogs en wat er allemaal vorig jaar was gebeurd. En ik verbaasde me echt op het moment dat hij zei van, je mag ook geen, mag je water mag je wel drinken. En ik dacht, hè? Ik dacht, dat is toch juist iets wat je moet weten van, nee. Water mag je ook niet drinken, mag ik niet? Jouw vlogs ook en zo, wat ik ervan zie, hebben ook echt een maatschappelijk onderwerpje. Ja. Jij hebt ook op een gegeven moment, vorig jaar was dat, dacht ik, waren die rellen in de Schilderswijk. Ja, ja. Daar heb je toen ook je vlog over gemaakt. Van je kan beter naar de moskee gaan, dacht ik, zei je dan. Het was Ramadan toen. Ja, ja. Dat je op straat gaat blijven. Ja. Dus ik deed aan de Ramadan. Iedereen deed aan de Ramadan. Dus dan ben je de hele dag een beetje uitgeput en ingekakt. En dan in de avond mag je eten. Ja, even mensen het niet weten. Je mag niet eten totdat de zon ondergaat, dacht ik. Ja, dus van zonsopkomst tot zonsondergang. Ja, wel drinken, maar niet eten. Drinken ook niet. Ook niet, ook geen water. Ook geen water. Ook geen water. Ook geen water. Okay. Dus daar is zelfs een shirt van gemaakt, hè. Mag je water? Nee, ook geen water. Ook geen water. Echt waar, die droegen mensen ook echt tijdens de Ramadan. Ja, ik dacht dat dat wel mocht namelijk, maar dat mag dus ook niet. Ook niet. Oké, zo. Dus dat is wel even pikkelen. Ja. En dan helemaal als je nog een drukke planning hebt en je wilt heel veel dingen doen. Tof. Ja mensen, nou, we hebben al een uur lopen praten. Je moet nog even wachten voor wanneer het uitkomt, maar ik ben hier dus met Mark. Ja, goeiedag. We hebben al... Ik zit hier met Youssef, we hebben een heel mooi gesprek gehad net. Ja. Wat zou jij doen als je eigenlijk een vlogger was? Wat zou je dan... Ja, ik heb heel veel momenten. Kan je ook vloggen? Nou ja, nee. Ik neem aan. Ik moet in het cameraatje blijven kijken. Ja, in de lens. Ja. Nou, wat ik zou doen, denk ik, Youssef, is... Ja. Ik maak natuurlijk in mijn werk ook hele gekke dingen mee. Met veel... moet ik je ook af en toe laten zien? Ja, hij zit er nog steeds, hoor. Ja. Ik ga heel veel werk bezoeken. Naar scholen toe of naar bedrijven. Spreek heel veel interessante mensen. Dus ik zou... Ja, eigenlijk is wel heel erg leuk om... Eigenlijk om best goed vast te houden, niet ingewikkeld. Ja, om gewoon daar ook vlogjes van te gaan maken. Ja. Wat ik nu doe is oerzaaie vlogs opnemen, heel soms, als ik op reis ga naar het buitenland. Maar dat is dan 30, 40 seconden, waarin ik vertel wat ik op zo'n buitenlandse reis ga doen. Ah. Maar dat is eigenlijk te saai voor woorden. Dus het is eigenlijk veel leuker. Dus ik denk dat ik, hij zit er nog steeds, dat ik gewoon dit meeneem. Tof. En bij een paar werkbezoeken maar zo'n vlogje ga opnemen. Leuk. Ja. Super tof. Gaaf joh. Je moet hem eigenlijk iets hoger. Hou, ja, iets verder weg? Ja, ja. Oh zo, een beetje. Ja, zie ja. Ja, 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 je. Anders kijken mensen je neus gaat. Maar zo kun je geen 20 minuten volhouden wel. Ik heb het wel. Ben je een soort vrijheidsbeeld nu? Ik heb het wel eens 20 minuten volhouden, ja. Ja. Oké. Okay. Maar dan moet je wel een beetje voor... Ja, moet je een beetje gaan trainen. Ja. Oké, nou, ik ga dit ook doen. Ja, en kijk, en daar zitten alle mensen die helpen bij de opnames. Ja, die vinden het heel vervelend dat ze niet in beeld komen. Maar ze zijn er wel al. Goed, erg gaaf. Nou, dankjewel. Ik ga de adviezen overnemen. Leuk. Dank. Maar voor de rest was het gewoon een super toffe ervaring om meegemaakt te hebben. Ik heb in de ochtend bij Funix heb ik een interview afgelegd. Ik heb later bij Omroep West nog eentje afgelegd. Volgens mij ga ik morgen nog eentje afleggen. En het is gewoon leuk gewoon om te zien dat mensen hierin geïnteresseerd zijn. Dus dat is super mooi. Voor de rest heb ik niet veel te melden. Ik ga gewoon aan jou vragen of je blauw duimpje omhoog wil doen. Vergeet niet om een reactie achter te laten. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Sylvana ging bij Denk. Werd bedreigd door Ingrid en Henk. Die kwam uit de kast. Holleder die zit weer vast. Op de vlogs deed Biggie bij Pauw. Zero Fox vond dat niet lauw. Geert je weer.